Daar gaan we. 1, 2, start! Heel veel succes, heel veel plezier in de wedstrijd en Spakenham. De obstacle run, een term die niet meer weg te slaan is uit de huidige buitenactiviteiten. Het doel ervan is het opzoeken van psychologische en fysieke grens van de deelnemers. Zo'n race is een soort hardloop-event dwars door de natuur met water, modder en andere obstakels als hindernissen op de route. Voor het eerst werd ook een obstakelrun in Wansum georganiseerd, waarna het afblazen vorig jaar nu wel een startschot kon klinken. De Mudcross, een synoniem voor obstakelrun, begint steeds meer aan terrein te winnen in de regio. Dat was voor de organisatie ook een belangrijke reden om dit evenement te houden. Nou weet je, dat is ook de reden waarom dat we het organiseren in de Meulenbeek. Je ziet dat steeds minder mensen een vast verbinding met een vereniging willen. Maar op een gegeven moment willen de mensen dan toch sportief bezig zijn. En wat je dan moet organiseren is dat je alle voorzieningen hebt. En dat mensen die dan een keer iets willen doen, dat die dan alles voor het grijpen hebben. Ja. En dat proberen we hier in de Meulenbeek te organiseren. Dus door naast de vaste huurders zoveel mogelijk sporten hier naartoe te halen. En daar is de Mudcross er ook in van. Het initiatief komt van Just Be Fit en V-Style. Samen met een groep vrijwilligers zetten zij het evenement op poten. De 50 jeugdige deelnemers van 6 tot 12 jaar liepen een parcours van 2 kilometer. De 140 senior deelnemers kregen een 5 kilometer lange route voor de kiezen die ze één of twee keer konden voltooien. Het parcours wat we hebben uitgezet bestaat uit 5 kilometer lopen onder andere door natuurlijk het sportpark zelf, maar vooral ook door de trimbaan die erachter ligt, waarbij we gebruik maken van natuurlijke obstakels, maar ook een elftal kunstmatig neergelegde drempels. Maar dan moeten ze overheen of onderdoor. En dat is de uitdaging. Ja, ze komen niet helemaal droog in de finish als ik dat zo zie. Nee, de meeste zullen wel een natte voeten krijgen. Maar al was het maar omdat ze een keer door een wadi moeten, ze moeten een keer door een beek, door de Molenbeek zelf helemaal, een honderdtal meters. Dus het is wel een uitdaging voor de meeste mensen, ja. Bij het uitkomen van de Meulenbeek, een van de zwaarste hindernissen, konden de deelnemers even op adem komen bij onze verslaggever. Alhoewel de concurrentie voor de onderlinge resultaten toch op de loer lag. Wat is nou het leuke hier, om hier aan mee te doen? Ja, gewoon stormbaan eigenlijk. Het is ook mijn eerste keer dat ik dit doe. Dus. Je bent nog bijna aan het eind. Wat was nou het zwaarste tot hier? Ik denk dat water inlopen, dat vraagt gewoon veel vermogen. Dus ja. Nou moet je er wel veel voor over hebben. Maar je geniet er wel van? Jazeker, dat wel. Wat is nou leuk om hier aan mee te doen? Ja, gewoon de kick. Kijken of het je volhoudt. Dat je vies mag worden. Ben je al heel vies geworden? Ja. Maar mama die was straks wel alles. Ja. Maar wat vond je nou, wat is het zwaarste tot nog toe? Het tijgeren. Het tijgeren, maar goed. En jij gaat nou snel nog voor de eerste plaats? Ja. Ja, dat is gewoon heerlijk, dat water en de modder. Super lekker, ja. Had je er nou speciaal voor getraind de afgelopen weken? Nee. Gewoon één keer in de week bootcamp en moet voldoende zijn. Nou, het mooiste, de mooiste hindernis? Ja, lekker door het water en de modder, dat is heerlijk. Ja, wat vond je leukste? Zeg maar, welke hindernis? Ja, die. Met 190 deelnemers op het debuut van Mudcross Wansum was de organisatie zeer tevreden. Vooral ook omdat dezelfde dag Venlo Stormt werd gehouden. Zodoende kan een tweede editie eigenlijk niet uitblijven. Nou ja, kijk, het is na zo'n dag. We gaan eerst evalueren. Maar als ik zie wat voor succes dit eerste jaar heeft, dan lijkt het me stuk. Dat we volgend jaar niet even goed mogelijk de Mudcross gaan organiseren. Ja. Via de website hoort de organisatie graag de feedback van de deelnemers om het evenement de volgende keer eventueel mee te verbeteren.